Als we een tweedegraadse gelijking willen oplossen, dan kunnen we dat doen met de ABC-formule. Nou, de waarde voor x die we daarbij kunnen vinden is min b plus of min de wortel uit b kwadraat min 4ac gedeeld door 2a. En hetgeen onder de wortel staat, namelijk b kwadraat min 4ac, dat noemen we de discriminant. Nou, als de discriminant groter is dan 0, dan kunnen we een waarde vinden voor de wortel en hebben we dus twee oplossingen, namelijk min b plus de wortel gedeeld door 2a of min b min de wortel gedeeld door 2a. Dus dan heb ik twee oplossingen. Stel dat de discriminant gelijk is aan 0 en ik vind dus de wortel van 0. Dan maakt het geen verschil of ik plus de wortel van 0 doe of min de wortel van 0. Dan heb ik dus min b gedeeld door 2a. Dat betekent dus dat ik één oplossing heb. Stel dat de discriminant kleiner is dan 0. Dan heb ik dus geen oplossing voor x, want ik kan niet de wortel trekken van een negatief getal. Dat betekent dat ik 0 oplossingen heb. Dat betekent dus dat ik geen snijpunt met de x-as heb, want ik kan niet op een waarde y is 0 uitkomen. Nou, als voorbeeld, stel we hebben 3x² min 6x plus 12 is 0. Dan vind ik voor de discriminant b², 36 min 4 keer 3 keer 12 is gelijk aan 36 min 4 keer 3 is 12 keer 12 is 144 is gelijk aan min 108. Dan heb ik dus een negatieve waarde voor de discriminant. Dat betekent dus dat als ik de grafiek teken die hoort bij 3x² min 6x plus 12, dat ik geen snijpunten vind met de x-as. Stel nu dat ik moet oplossen x² min 4x plus 4 is gelijk aan 0. En ik ga eerst de discriminant bepalen, dan vind ik d is b² 16 min 4 keer 4 is gelijk aan 0. Dat betekent dus dat ik maar één oplossing heb. Als ik nou goed kijk naar x² min 4x plus 4 en ik denk even terug aan ontbinden in factoren, dan kan ik het namelijk ook schrijven als x min 2 keer x min 2 is 0. Nou, hoe kan ik nou 0 krijgen als ik twee getallen met elkaar vermenigvuldig? Dan moet één van de twee getallen moet 0 zijn. Dat betekent dat x min 2 gelijk moet zijn aan 0. En dat betekent dat x dus gelijk moet zijn aan 2.